3, 2, 1, go. Olympisch zwemmer Kyle Stolk trof woensdagmiddag een wel heel bijzondere tegenstander in zijn Pieter van der Hogeband zwembadstadion in Eindhoven. Stolk ging een rechtstreeks duel aan met een onderzeeër op de 100 meter vrije slag. Dit moet een makkie worden, lijkt me, toch of niet? Nou, makkie wordt het zeker niet, maar het wordt wel heel spannend, denk ik. Ja, wij bouwen een mens aangedreven onderzeeër voor een race tegen studententeams van over de hele wereld. Dat vindt over 3 weken plaats, 11 tot 15 juli in Engeland. En als voorbereiding erop, als onderdeel van onze testperiode eigenlijk, zullen wij tegen Olympisch zwemmer Kyle gaan racen. En hoe groot is de kans dat jullie daar winnen dan? Nou, vanochtend heb ik de test gezien en dat ging prima soepel. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het mogelijk is. Ik denk dat het wel spannend wordt, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. De man aangedreven duikboot van de TU Delft versloeg de Olympisch atleet met een tijd van 49.04 tegen 50.48 voor Stolk, die het verlies uiterst sympathiek oppakte. We hadden een klein technisch probleempje onderweg, maar we zijn wel eerder binnen. Duikboot 49.04, jij 50.48. Niet verkeerd voor een woensdagmiddag.